Oké, mensen, ik ben terug na lange tijd. Sexy fee in the building, brown skin fee in the building, basket fee in the building, arms nummer 12 fee in the building. En ik moest even een off week nemen, ik moest mijn mind even uitluchten. Het was niet belangrijk, belangrijk is ik ben terug. So let's get to this bangers. Oké, mensen, ik heb namelijk bepaalde fans gevraagd wie ze de mooiste TikTokkers vinden van Suriname. En bepaalde hebben video's gestuurd, anderen hebben namen gestuurd. Dus ik moet zelf gaan opzoeken. Dus ik heb een aantal video's hier. En ik ga er naar reacten en ik ga kijken als ze werkelijk mooi zijn. En ik ga wel niet reden hoor, dat niet. Ik ga wel niet reden. Kijk maar dat ik ga kleuren. Ik ga wel niet reden, ik ga gewoon reacten. En wat zie je wat het hoort? Let's eat it! Oké, zo laten we zien. Ik ga aan van creativiteit. Mooiness, beautiness, sexiness, funniness. Aan de hand van die punten ga ik deze video's een reaction opgeven. Dus laten we zien. Wow. Hi. Oké, do your thing. New York time, baby. Oké. Some light. Zoals ik zei, ik ga niet reten. Ik ga geen mensen keuren hier. De laatste keer dat ik mensen heb gekeurd. Jullie kennen het. Hi. Some light. Volgende. Some light. Some light. Die was leuk. De elke keer wanneer ik TikTok video's kijk, is het altijd negatief. Waarom? Ik zie de meeste cringy dingen. Misschien is het mijn TikTok, misschien is het mijn account. Ik heb wel geen account, maar elke keer wanneer ik op TikTok ga, zie ik alleen maar cringe in. Alleen maar rommel, alleen maar nog, alleen maar poep, alleen maar scheid. Alleen maar scheiterij. Maar vandaag tot nu toe gaat het. Het gaat slide, ga niet verder. Het gaat tot nu toe wel slide. Wie dit is. Hi boyfriend, hot check. Hoe zie je vriend? Hi, doe je ding. Ha, I'm single. Oké, je hebt geen vriend. What's up? Nee, ik maak een grap. Volgende. Dus dit zijn some light dingen. Some light. Volgende. De gezicht is hella gaaf. Ik denk dat het niet eens zo gaaf. Het is gaaf. Gaaf aan de meeste niggas. Maar het is hella gaaf. Je ziet niks. De song thunder. Dit is geen sun kiss, man. Dit is... Hi. Hoi. Ik ga niet eten. Ik zeg gewoon, deze video's zijn nice. Nice video. Geef jullie een thumbs up als ik een andere video moet doen. Waar ik dan pas ga eten. Moet ik een andere video maken waar ik nu ga eten, waar ik ga keuren? 500 likes voor deze binnen 24 uur. Let's get it. Ik weet dat jullie het kunnen, want it's 3 Dev Squad. Some light. Zoals ik zei, deze zijn video's die fans van mij hebben gestuurd. Dus ik heb niet echt met mijn smaak gekozen van oké, deze is mooi, ik ga haar nemen. Dus dit is in mijn fans hun perspectief bekeken. Snap jullie maar? Dus ja.
Ah, ja. Oké. Begin dacht ik van, yo, wat doe je? Maar later ging het goed. Dit, ik geef dit een thumbs up. Dit is een thumbs up. Tot nu toe zijn allemaal thumbs up. Allemaal thumbs up. Hopelijk fuck niemand het op. Allemaal zijn tot nu toe thumbs up. Oeh, ik zie je hier niet staan, mix Latina, mix Creole. Ik zie je een hele moxie patouille. Dit is nice. Dit kind is groot geworden. Ik kan me nog herinneren, ik kende dat toen ze nog zo klein was. Dit kind is groot geworden. Laat me zien wat ze... Some light. Zoals ik zei. Some light. Volgende. Zie je die bump? Zie je die bump? Heb je die bump gezien? Mensen, ik ga die video, ik ga die liederen ga ik weghalen. En zo word ik gecopyright. Dat zo schieten we helemaal niet op. Dus sorry voor bepaalde mensen die dat niet wilden horen. Sorry hoor, ik kan je niet helpen, maar die liederen ga ik eruit halen. Simpel. Volgende. Hallo, wow. Rust. Relax. Some light, zoals ik zei. Volgende. Oh shit! Sorry, er was een vlieg in mijn keel, sorry. Zie je dit? Oké. Zie jullie die tong? Oké, some light. Ik wil deze opnieuw zien. Geef me nog een replay voor deze. Ik wil nog een replay. Trangarugi. Volgende. Behoren adult shop ook tot essentiële diensten? Adult shops. Vera. Essentiële diensten. Adult shop, essentiële dienst. Adult shops zijn geen essentiële diensten. Help jezelf. Mensen, één ding moeten jullie weten. Om een video te maken, het neemt tijd. Zoals wat ik hier doe. Ik zet alle video's in één. En daar geef ik mijn reaction. Net als hoe TikTok en Instagram en Facebook. Iedereen heeft zijn eigen manier van video's maken en mensen entertainen. Maakt niet uit hoe makkelijk het lijkt. Het heeft tijd genomen. Dus ik respecteer die mensen die echt... like... veel karakters in een video hebben, bijvoorbeeld ze gaan nu met deze kostuum, later komen ze met deze, volgende dag komen ze, dat is wel nice, maar ik praat misschien te veel, volgende. Ben ik zo gevallen met mijn papa? Wow, hallo, is een kindervriendelijke kanaal, schaal je niet uit, ik ga dat uitbliepen, misschien niet. Let's get it. That's tough, you know what I'm saying? Ik zeg niks. Tot nu toe zijn het alleen maar mooie meisjes.
Ik wil mijn mening wel geven. Maar dit is voor de volgende video. Als deze video 500 likes binnen 24 uur na. Jullie bepalen het. Let's get it. 500 likes. Smash, 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 smash. Some light. Het lijkt alsof iedereen, ik zie het bij TikTok, ik zie dat iedereen like bijna hetzelfde doet. Als het niet gaat om dansen, is het eten. Als het niet om eten gaat, is het like nonsense. Als het niet om dans gaat, is het om bullshit. Dus like, is like bijna hetzelfde. Daarom is TikTok niet voor mij. Hey. Oké, mensen, bedankt voor het kijken. Like, share, subscribe. Zoals ik zei, willen jullie die andere video. Thumbs up daarvoor. Wat ik kan zeggen is, have a nice day. En ga doen wat je moet doen. Sorry dat ik er niet was. Ik moest even mijn mic. Hey, man, man. Ah, come on. Ah. Ja, sorry dat ik er niet was. Nu is weer banger, man. Let's get up.